Hypothetisch gezien, met wat voor jongen zou je willen daten? Gelukkig nieuwjaar, jongens van Truham. Oh, daar hebben we Charlie Spring. Gelukkig nieuwjaar. Je zit daar. Je zit naast Nicholas Nelson. Hey. Hoi. Nick Nelson, hij is de sterspeler van het rugbyteam. Wij zijn een groep, nee, een trio. Zielige buitenbeentjes. Nick is anders. Hey. Het is gewoon weer een suffe verliefdheid. Het is niet suf. Hoi. 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 Hey. Kom op, je droomjongen. Geen idee. Gewoon iemand met wie je kan lachen. Hij is de meest hetero jongen die ik ooit heb gezien. Dank je wel. Hoe stop je iemand leuk te vinden? En dan specifiek een hetero? Ah, de eeuwig terugkerende vraag. Er is iets wat ik je wil vragen. Wil je een keer met me uit? Wil je niet in het rugbyteam? Wat? Waarom bestaat het andere team uit volwassen mannen? Goed, kent iemand de regels van rugby? Oh, val je op ze? Wat is er aan de hand? En nu is Nick al zijn vrienden kwijt en belandt hij in gevechten. Heb je ooit het gevoel dat je soms dingen doet omdat iedereen het doet? En je bang bent om te veranderen? Ik mis gewoon hoe het vroeger was, met z'n viertjes. Je bent een goede vriend. Weet ik. Als hij ook maar iets gemeens doet, dan vermoord je hem. Ik wilde eigenlijk een heftige DM sturen, maar... Hey, moord is ook een optie. Ik ben een romanticus.